voorspelling. Aad gaat vooruitblikken op de volgende wedstrijd van Oranje. En kijk deze keer naar Roemenië. Het zwarte beest, hè? Zo noemde je hem al eerder, Aad. Want Oranje moet tegen die Roemenen, die we al eerder zo hebben bestempeld. Als een zware tegenstander, angstgegner. Want hoe goed is Roemenië eigenlijk, Aad? Nou, Roemenië heeft speelt met een groot hart. En ja, die zijn door een openingswedstrijd zijn die in de flow terechtgekomen. Die hebben een wedstrijd gespeeld die ze waarschijnlijk niet meer spelen op dit EK. Met een 3-0 overwinning. Okay. En ja, dan kom je in een soort flow terecht. Dan lukt alles. En dus sterk collectief. Een moeilijk collectief om doorheen te spelen. Goede centrale verdedigers. Een topkeeper, Nita, die doet het voortreffelijk. En dan hebben ze nog bepaalde jongens zoals die Marine, ex-Ajax, Stanciu. Ja. Ook bekend in België vanuit Anderlecht. Is ook een goede speler. Dus het is een sterk collectief en is een goede coach. Iordanescu is een hele goede coach. Heeft hij geleerd van zijn vader, Iordanescu. Die het grote Roemenië met Hachi en Popescu onder zijn leiding had. Ja, dus hij zet ze tactisch heel sterk neer. Ook in de EK-kwalificatie heel weinig tegendoelpunten. Dus dat staat ook heel sterk. Aan de andere kant, ja, België heeft dus van ze gewonnen. Heel veel mensen roepen al, het wordt een makkie voor Nederland. En je zei het al eerder, dan moeten we niet gaan leggen. Denk je dat ze nu nog gaan onderschatten, Roemenië? Of kunnen we dat nu niet zeggen? Dat is allemaal onzin van onderschatten. Het heeft te maken met uitvoering van de juiste wedstrijdtactiek. Als die er niet is, dan is Nederland zelf toch gewoon een doorsnijdend team. Er zijn kleinere landen met mindere individuele spelers die een betere wedstrijdtactiek hebben en een beter team hebben en precies uitvoeren zoals het uitgevoerd moet worden in het moderne voetbal. Die zijn beter als wij. Dus het is allemaal afhankelijk van hoe de uitvoering is, wat gevraagd wordt door Koeman. Of dat de juiste wedstrijdtactiek is. En dan ben je nog afhankelijk van hoe zij dat uitvoeren. Zien ze dat? Kunnen ze dat? Ja, dan nee. Welke speler vind jij nou het meest opvallend? Zoals je al eerder zei, Stanciu. Kijk, hoe goed is hij? Hij voetbalt in Saudi-Arabië, dacht ik. Hij heeft een goed inzicht. Kan de balletjes neerleggen waar die wil. Hij heeft zelf ook een hele goede traptechniek. Hij maakte een wonderschone goal tegen Oekraïne. En hij is de leider van de ploeg. En ze voeren echt de tactiek uit zoals Iordanescu dat op het bord zet. En daar ben je altijd van afhankelijk of de spelers dat kunnen. Wat het past bij die spelers. En dat is weer heel wat anders dan bij Nederland. Bij Nederland wordt er door de individuele spelers niet een tactiek uitgevoerd die wenselijk is, wat past bij dit Nederlands elftal. Bij een club in Italië of in Engeland hoeven ze niet door te dekken. Mm-hmm. Maar de andere spelers die bij een club in Nederland wel doordekken, ja, die hebben daar problemen mee. Dus er is een verdeeldheid over de manier van spelen. Zolang dat niet opgelost is, verlies je ook van Roemenië en win je nooit van makkelijk wedstrijden. Dus dat is allemaal het werk van de staf en het doorvoeren en het uitvoeren van de spelers. Ja, moet Koeman dan gewoon wat strenger zijn? Is dat te makkelijk? Ja, maar ook de spelers. Die moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Die moeten ook zien dat het zo niet gaat. En die moeten, maar dat is dat zijn heilige huisjes, die spelen voor zichzelf voorlopig. Zolang ze nog moeite hebben met hun eigen spel, ja, willen ze niks geven aan het team. Want ze willen in dat team blijven staan. Dus het wordt nu tijd dat het wel gaat gebeuren. Gebeurt dat niet, ja, dan zul je andere spelers moeten opstellen. Aad, want we willen natuurlijk weten dan, tot slot, wat wordt de uitslag? Want allereerst, niet de uitslag hoeven te weten, gaat Oranje naar de kwartfinales? Dat denk ik wel. Als het gebeurt zoals wij hier verteld hebben, dan maken ze een grote kans. Maar dan moet eerst een teamprestatie top zijn bij balbezit en bij balverlies. Als dat een beetje klopt, dan gaan de individuele kwaliteiten van Nederland gaan de doorslag geven. En we hebben meer beslissende spelers dan Roemenië op het veld staan. Dus ik denk dat het een 2-1 overwinning gaat worden.
2-1. Nou, je hebt de uitslag al gezegd. Dan willen we natuurlijk ook altijd, zoals gewoon in Aads voorspelling, de doelpuntenmakers. We hebben 2 doelpuntenmakers voor Nederland. Welke doelpuntenmakers zijn dat? Gakpo en Dumfries. Dumfries, ah, dat is een leuke verdediger die scoort. Ja, een soort van verdediger. En dan hebben we ook een tegengoaltje. Wordt dat dan de 2-1, zeg maar, de laatste doelpunt? Of wordt dat dan tijdens het doel? Of komen ze zelf een voorsprong, Roemenië? Roemenië komt een voorsprong opnieuw. Oh, dus een slechte start en dan wordt het wel overleefd, gelukkig. Wie scoort er dan bij Roemenië? Ik denk Marin. Marin, kijk, die ex-Ajax-ziet. Die gaat scoren, ja. Maar daardoor gaan we ons wel oprichten. En misschien met het goede vertrouwen op die kwartfinales gaan we dan door. En gaan we verder kijken op dit EK.